Dan is Femke Halsema verkeerd geïnformeerd. Dan heeft die driehoek in Amsterdam niet gefunctioneerd. Ik denk dat er maar één oplossing is. Dat Femke Halsema de biezen moet pakken en weg moet wijzen hier. Het zal je niet ontgaan zijn. Er is veel te doen om de demonstratie die burgemeester Femke Halsema gisteravond hier op de Dam liet doorgaan. Grote vraag, hoe hebben de Amsterdamse ondernemers hiernaar gekeken? Hallo meneer. Hallo. U heeft hier in Amsterdam een Italiaans pasta tentje. Klopt. Heeft u veel omzetverlies geleden de afgelopen maand? Voor de corona-periode, we hebben gedraaid redelijk goed. Mm-hmm. We hebben een prachtig personeel hier ook. De corona? Tijdens de corona, nee, dat is niet te doen. Hoe kijkt u dan aan tegen de demonstratie van gisteren? Die is toegestaan door Halsema. Asociaal, zeker bij de tijd van de corona. Misschien over een maand of twee, wij moeten dat weer dicht doen. Ja. En daar is die demonstratie met 5000 mensen kan alweer de patiënten naar boven brengen. U bent hier van het restaurant Het Goede Paleis hier in Amsterdam. Hoe kijkt u naar de beelden van gisteren, op de demonstratie op de Dam? Ja, ik vond het verschrikkelijk. Ik begrijp wel het recht op demonstratie, dat moet er zijn en daar sta ik natuurlijk ook achter. En wat er in Amerika is gebeurd, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat staat er gewoon los van. Maar het feit dat wij 2,5 maand zijn dicht geweest, alle ondernemers in Amsterdam, ons aan alle maatregelen moeten houden. Zoveel collega-ondernemers die failliet zijn gegaan om mij heen, niet alleen in Amsterdam, maar overal. Wij elk stoeltje moeten afvegen, schoonmaken, menukaarten moeten schoonmaken, et cetera. En dan loopt hier gistermiddag om 5 uur lopen de 5000 mensen langs. En dan staan ze daar op de Dam, hutje mutje, op elkaar, schouder aan schouder, met de Amsterdamse burgemeester erbij, notabene. Onze burgermoeder, laat ik haar zomaar noemen, Femke Halsema. Ik vind het schandalig. Ik vind het echt, ik heb er geen andere woorden voor. We hebben net een lockdown gehad van bijna 3 maanden. En stel je voor dat het nog een keer gebeurt. Dan ligt de hele economie op zijn rug. En dan sta je niet meer op. Goedemiddag meneer Jip. Hoe moeilijk is het op dit moment om het hoofd boven water te houden? Heel moeilijk. Kijk, je ziet nu zelf, je zit hier op de Dam. We hebben hier 1, 2, 3, 4, 5, ja, ik kan zo tellen. 6 bezoekers vandaag. Dus ja, wat gisteren is gebeurd, is voor ons natuurlijk gewoon haaks op wat het zou moeten zijn. En hoe voelt dat dan? Want u kijkt dan op een gegeven moment, u ziet het hier gewoon gebeuren eigenlijk. Hè? En u kijkt later naar de journaals, dan ziet u de beelden, de dronebeelden van bovenaf ook. Wat doet dat met u als ondernemer? Ja, bij mij moet het nog landen. Kijk, ik ben gisterochtend om 4 uur 's ochtends begonnen. Gisteravond tot laat erbij gebleven. Want je ziet opeens duizenden mensen. En het waren in tegenstelling tot de berichtgevingen 2000, 3000. Het waren er gewoon 10.000. Ik zit hier al 32 jaar op plein. Dus ik kan wel redelijk inschatten hoeveel mensen er op het plein zitten. Zeker als ik vanaf mijn dakterras erop neerkijk. Dus het waren er gewoon minimaal 10.000. De demonstratie op zich is, daar bent u ook mee eens, toch? Is op zich goed. Ze demonstreren voor iets goeds en racisme is slecht. Iedereen mag, tuurlijk is goed. Maar niet wat gebeurt gisteren aan de Dam. Ik ben iemand die na 2 maanden wegen de coronaperiode dicht. En daar komt zoiets. En toevallig is het tweede Pinksterdag. Dan ben ik boos van binnen. Het enige goede van gisteren is dat er niet ingegrepen is. Want als ze hadden ingegrepen was het gewoon één groot slagveld geweest. Hmm. Ik bedoel, dat vind ik wel heel positief dat ze dat niet gedaan heeft. Maar ik vraag me wel af, dat ben ik met u eens. Maar er zit ook nog wat tussen het helemaal toestaan. En hard ingrijpen natuurlijk. Je kan ook omroepen van, joh jongens, willen jullie naar huis gaan? Er zijn allerlei mogelijkheden ertussen nog, toch? Of niet? Ik ben er gisteren bij geweest. Er zat zoveel emotie in. En er is niet veel nodig om emotie om te laten slaan in datgene wat je niet wilt. Maar dan zegt u dat Halsema het eigenlijk goed heeft gedaan. Dan heeft ze wel juist gehandeld. Op dat moment wel, maar ze had het sowieso nooit niet mogen toestaan. Ik had echt gedacht dat de politie zou ingrijpen, want ik denk, dit kan niet waar zijn. Femke Halsema zegt daarover van de burgemeester van, ik had maar een paar 100 man verwacht, dit niet, ik was overdonderd, ik wist niet wat er gebeurde en toen, ik kon niet ingrijpen, zegt ze. Dan zeg ik dit hierop, dan is Femke Halsema verkeerd geïnformeerd, dan heeft die driehoek in Amsterdam niet gefunctioneerd. Ik denk dat er maar één oplossing is, dat Femke Halsema de biezen moet pakken en weg moet wijzen hier. Dit kan niet. Femke Halsema maakt het hele ondernemersklimaat kapot in Amsterdam. Ik ben er heel stellig in. Ze moet aftreden. Dit kan zo niet doorgaan. Er is geen vertrouwen in deze burgemeester. Collega-ondernemers heb ik vanmorgen ook gesproken. Dit kan gewoon niet. Wij spraken net een horeca-ondernemer die zegt Halsema moet aftreden. Hoe staat u hierin? Ja, ik vind dat populistisch en ik vind dat te makkelijk. Er zijn een aantal kwesties geweest natuurlijk onderhand. Ja, dat het allemaal ongelukkig is. Ja, ik hoop dat ze luistert. Pak het nou eens aan de voorkant op.
en niet aan de achterkant.